Goedemorgen, dames en heren. Het is een groot genoegen u hier welkom te heten in de Janskerk. We hebben wat te vieren. De tweede bel is gegaan. Dus het is toch een beetje een. Het is niet een beetje, het is een totaal religieuze omgeving. Waarin wij met de GGZ in kunnen ons huisvesten. Ik ga even mijn presentatie zoeken. Ik mag mezelf voorstellen. Mijn naam is Arjan Braam. Ik ben opleider psychiatrie bij Altrecht. Verzocht dit symposium voor te zitten. En we hebben wat te vieren bij Altrecht. We wilden, als je wat te vieren hebt over het verleden, het Willem Arntshuis in 1461 gesticht. En maakt nu deel uit van Altrecht met zijn vele locaties. Dan wil je ook aan de toekomst denken. En Wim Snelle en Koen Wouda, twee oude getrouwen bij Altrecht als opleider klinische psychologie en als manager nu bij Indigo, die kregen een opdracht van bedenken ze echt een goed symposiumthema. En u ziet de vragen hier staan, het gaat dan ook, waar sta je voor als professional? Waar sta je voor in de GGZ? En dat gaat niet alleen om de zorg als uitvoerend geheel voor een onderzoek of onderwijs, maar ook om reflectie op die zorg en ook om de waardes die wij daarbij dragen. Het riep meteen reacties op. Er was voorzichtigheid bij een accrediterende instelling. Er was voorzichtigheid bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ook omdat we als beroepsgroep, als veld van de GGZ in politiek opzicht een beetje in een hoek zijn gezet als luxe product. Wim Snelle en Koen Wouda zochten steun bij Casper Nusselder en Berno van Meijl en de stichting Simpopna, die eigenlijk in dit soort bijzondere thema's zich helemaal heeft toegelegd. Die vinden dit leuk, zulke wat provocerende thema's. Dit gaat niet over een nieuwe richtlijn of om een nieuwe managementtechniek of iets anders modieus. Dit gaat eigenlijk over iets van alle tijden. En ze werden helemaal bevlogen. Ik weet niet wie die vlinders heeft getekend, maar nog nooit zag ik de Altrecht vlinder zo mooi langs vliegen. De dag heeft twee delen. De ochtend is meer panoramisch, een meer beschouwende insteek. U heeft ze in het programma kunnen zien. De middag is meer GGZ-specifiek en gaat bijvoorbeeld over hersenen en hulpverlening en discussie. Degenen die het meest hebben vastgelegd, misschien wel door alle eeuwen heen, over geluk zijn dichters. Dus er is vandaag ook een dichter. De in Utrecht zeer geliefde dichter Ingmar Heitse zal 3 keer zijn beschouwingen laten horen. En er is ook muzikale omlijsting van Cloud Nine. Nu wil ik u eigenlijk nog wat meer vertellen. Dus ik ga daar eens rap doorheen. Ik dacht, ik toets in de Google proefschrift geluk en psychiatrie in. Er komen de 3 proefschriften.